Wat ik toch wel een beetje ergens moeilijk vind of zo, want ik ben er wel aan gehecht. Is misschien gek, maar ja, ik weet niet. Hallo, leuk dat je kijkt. Ik ben in IJmuiden vandaag. Want het is de dag dat de Klimmer aankomt in Nederland. Het schip waar ik op zou zitten, maar niet op zit zoals je ziet, want ik loop hier. Nou, mocht je gemist hebben waarom ik niet meer op de Klimmer zit, kijk dan even de vorige vlog terug, want daarin heb ik dat verteld. Nou, dit is de eetzaal, of hoe ik het anders moet noemen, met de bar hier zo. Ik ben nu beneden in de kamers. Hier is een kledingkast. Klein bureautje en dan vier bedjes. Hier zijn er dan twee, zie ik. Maar bij ons waren er vier. Het is een luxe. De badkamer. Een douche met een wc'tje. Zo, Bas maakt nog even een fotootje. En dan is nu het Klimmer avontuur. Het is aanhalingstekens echt afgelopen, I guess. Het is wel gek om hier te zijn, maar ik ben wel blij dat ik het zo toch nog een beetje heb kunnen afsluiten. We zijn nog eventjes naar Haarlem gereden. Dat vinden wij een heel leuke stad en daar waren we nu best wel niet bij. Dus we zitten nu aan een theetje en de thee die we hebben heet Jopen thee. Dus eigenlijk weet ik niet echt wat het betekent. Ja, thee met hop, maar ik weet niet wat hop is. In het restaurant Jopen bier gebrouwen. Zit er dan bier in deze thee? Bier wordt van hop gemaakt. Wat is dat? Ja, een plant waar bier van gemaakt wordt. En dan hebben ze dus thee met hop. Of wel thee met een biersmaak. Spannend. Heb je ook een koek? Nee, dat is lekker. Het smaakt eigenlijk naar goed. Goedemorgen, het is donderdagochtend en ik ben in Waalwijk, want ik heb een afspraak met Van Haren. Ik heb ook Van Haren schoenen aan vandaag. Superleuke zwarte laklovers uit de nieuwe herfstcollectie. Volgens mij ben ik nu aan de achterkant en moet ik dus daar tegenover aan de voorkant zijn. Ik moest even omrijden met de auto, maar ik ben er. Ik ben nu in, hoe heet het hier? Heet het inkoopcentrum of in de monsterkamer bij Van Haren. Okay, ik vond deze heel erg leuk met glitters. Deze met stut. Deze heeft een glitter plateauzool. Veel bloemetjes ook. Kijk, deze zijn ook tof. Deze veetschoen met nog meer glitters. Glitter, dat is wel een ding volgens mij. Kijk, nog meer glitter. Hier zijn we bij de dandy schoenen, noemen ze dat. Dus dit zijn een beetje de mannenschoentjes. En deze heb ik net. Echt heel tof vind ik die. Zijn donkerblauw met lak. Oh, deze zijn ook tof. Kijk, ze zijn een beetje ombre. Zo, dat was mijn afspraak bij Van Haren. Niet om te slijmen, maar ik vind Van Haren echt een heel leuk bedrijf. Natuurlijk Brabants ook, hè? Dat scheelt. Ik ben natuurlijk ook nog steeds een Brabander. Zo voel ik me dus. Ik vind het ook gewoon altijd leuk om in Brabant te zijn. Ik ga nu nog even doorrijden naar het kantoor van Boelboxer. Dat zit namelijk ook in Waalwijk. En ik dacht, als ik hier toch ben, dan vraag ik even of ik daar ook langs kan gaan. En dat kon. Hallo! Hallo. Nee, hier ben ik nog niet geweest hoor. Het is echt heel erg veranderd. Ja, het is ook al een paar jaar. Leek deze muur. Dit is de heren showroom. Alle heren schoenen. En dit is de dames. Alle collecties voor volgend jaar staan hier alweer. Loopt allemaal natuurlijk wat vooruit. Nou, dat was mijn bezoekje aan Waalwijk. Ik ga nu weer naar huis. Ik ga vanmiddag eventjes met Bas de stad in. Bas die was onverwacht vrij. Dus we gaan even samen Arnhem in. Want we zijn echt al super lang niet samen in Arnhem geweest. Om de een of andere reden. Ik kom overal, weet je. Van de week nog in Haarlem. Maar in Arnhem zijn we echt bijna nooit meer.
En dan gaan we gelijk ook even outfitfoto's maken. We zijn onderweg naar Arnhem City. Ik bedoelde natuurlijk straks toen ik zei van we komen niet meer. Ik zei trouwens, ik zei straks. Dat kan natuurlijk niet. Straks in de toekomst. Oké, ik zei net. Wat zeg je allemaal? Opnieuw. Jongen. Ik zei net dat we niet meer zo vaak in Arnhem komen, Bas en ik. Maar ik dacht, ja, ik moet er natuurlijk even aan toevoegen dat we natuurlijk wel in Arnhem komen. Want we wonen in Arnhem. En we doen hier van alles. Maar we zijn heel lang niet meer in het centrum geweest. Dus dat bedoelde ik te zeggen. We hebben net outfitfoto's gemaakt bij dit super schattige cupcake winkeltje. Ik zal het even aan de binnenkant laten zien. Ze hebben ook echt hele leuke, lekkere cupcakes. Ik ken het helemaal niet, maar het zit hier dus al 1,5 jaar. Het is al een beetje leeg, want het is het einde van de dag. Maar ik had eentje die hier stond. En dat was iets met aardbei en een... Ja, ik mag geen negerzoen meer zeggen, dus met een zoen. Bas is nu mijn fotodecoratie aan het opeten. Ja. Is het lekker? Ja. Volgens Bas is de Kiko naast de Zara open. Ik wist al dat er een Kiko kwam, maar ik wist niet dat hij al open was. Nou, ik ben weer thuis en helemaal nat geregend. Baba. Nou, zoals je wellicht wel weet, heb ik een tongpiercing. Maar nu niet, want hij is net uitgegaan. Eens in de zoveel tijd al gebeurt dat gewoon. Dat ik denk, weet ik veel, één keer in het half jaar, jaar of zo, dan gaat dat ding los. Maar ik heb nu blijkbaar 1 bolletje, het bovenste bolletje, doorgeslikt. Want ik voelde opeens dit ding in mijn mond. Dus ik haalde dit ding uit mijn mond. Dat was blijkbaar losgegaan. Maar ik had geen bolletje meer in mijn mond. Dus ik was aan het eten. En waarschijnlijk heb ik dat andere bolletje gewoon met mijn eten doorgeslikt. Maar goed, nu heb ik dus nog maar een halve navelpiercing, mag ik zeggen. Een halve tongpiercing. En ik dacht, ik denk dat dit wel een goed moment is om gewoon mijn tongpiercing uit te doen. Wat ik toch wel een beetje ergens moeilijk vind of zo. Want ik ben er wel aan gehecht. Is misschien gek, maar ik weet niet. Als ik hem toch terug wil, heb ik pech, denk ik. Want ik weet dat tongpiercings of tongen heel snel dichtgroeien. En 1 ding weet ik wel. Een tongpiercing ga ik nooit meer opnieuw laten zetten. Want van alle piercings die ik heb gehad, vond ik het echt verschrikkelijk. Heel veel mensen die zeggen, nou, een tongpiercing doet helemaal geen pijn en valt wel mee. Nou ja, ik kan het dus wel vergelijken met andere plekken, maar ik vond... Ja, nee, mijn tong vond ik echt een ramp. Ik ben vanmiddag even gaan zoeken naar bloggers uit Arnhem of uit de buurt van Arnhem. Waarmee ik outfitfoto's zou kunnen maken. En uiteindelijk na wat rondgegoogeld en rondgeneus op social media kwam ik uit bij mevrouw Miauw. Ik weet niet of jullie die kennen. En ik zag dat zij in augustus 2015 of zo, dus echt een hele tijd geleden, een oproep op Twitter had gedaan. Voor iemand die het leuk vond om met haar outfitfoto's te maken. Dus ik heb haar een mailtje gestuurd en gezegd van hey, ik zag je oproep en al heel lang geleden, maar ik ben nu eigenlijk ook op zoek en misschien heb je nog interesse. En toen zei ze van, ga je toevallig morgen ook naar het event van Essence en Catrice in Amsterdam? Zei ik, ja, ga ik ook heen. Zei ze, nou, misschien kunnen we wel samen reizen. Dus nu heb ik afgesproken dat ik haar morgen meeneem met de auto. Dat is heel grappig, want we mailden heel snel heen en weer. En toen zei ze, nou, we kunnen wel nummers uitwisselen, dus nu hebben we nummers uitgewisseld. En die gaan we elkaar morgen al zien, dus dan zie je maar weer hoe dingen kunnen lopen en hoe snel en makkelijk het soms kan gaan. Dus ja, ik hoop dat het klikt en dat het gezellig is en dat we elkaar kunnen helpen. Hallo, het is vrijdagavond en ik ben onderweg naar Sun & Co. in Arnhem. Want we gaan vanavond eten, drinken, borrelen, whatever. Met alle Zumba mensen van de sportschool. Ik heb nachos als voorgerecht, super lekker. Nee, oh ja, ik had vis. Oepsie. Sorry, ik zit er niet op te letten. Past het? Dankjewel. Dit was mijn snickertoetje. Of was het die? Ik weet niet meer. Deze, hè? Maar ik heb hem niet helemaal opgekregen, want dit is echt machtig, jongens. Echt, niet normaal. Nou, ik ben weer thuis. De make-up er aan het afhalen, zoals je ziet. Dit was de vlog van deze week. Dus bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende keer.
Heb je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Dan vind ik het super leuk als je dat wilt doen. En ik ben ook heel blij als je een duimpje omhoog doet bij deze video. Dankjewel. Doei doei.